En ik ga een vooruitzaal te proberen. Ik ken haar niet hoor. Nee. Ik ken haar niet. 3, 2, 1. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. En we zijn nog steeds in Oostenrijk. Lekker hè? Zo jongens, weer een heerlijk zonnetje. Ontbijtje op het balkonnetje. Heerlijk. Mede mogelijk gemaakt door mama. Terwijl wij ons bed lagen. En ik heb een leuke verrassing voor jullie. Wat dan? Ja, dat is morgen. Oh, oké. Okay. Een verrassing. Ik ga het nog niet vertellen, maar het is wel heel leuk. A big surprise. Big surprise. Jongens, het zonnetje schijnt en het is weer... Sehr guten Morgen allemaal. Sehr guten Morgen. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Jongens, het is fantastisch weer en we gaan weer naar boven. Maar het is best wel een stukje lopen naar zeg maar de lift daar. Maar wat handig dat hier een metro is. Dus we stappen gewoon de metro in. En hier is ons huis. Oh ja, 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 kijk. Dit is ons appartement, dit blok. En dit ding hier zo is de metro. En dan stappen we erin. En dan zijn we weg. En dan kunnen we skiën. Ja, perfect toch? Ja, kunnen we lekker luiden die stof. Niet normaal hè. Ik heb wel zin in. Ik heb wel een beetje van mijn benen wel hoor. En mag ik even nog wat zeggen? Dat het zo geweldig is met jullie. Leuk hè. Ik ben aan het genieten. Met de zoon. Ik ook hoor. Ga je over je chipkaart mee of ga je zwart rijden? Ik ga zwart rijden man. Oh, jij bent zo... Ik kan het helemaal niet betalen hier hè, daarvoor. Nee, het is een beetje skipas. Waarschijnlijk. Ja, maar ik heb nooit mijn skipas opgehouden of zo. Ja. Nou, chill. Chill. Daar is de metro. We zijn bij de lift en nu nog naar boven. We zijn boven aangekomen en wat doe je als je boven staat? Naar beneden. Dus wat gaan we doen? We gaan lekker naar beneden. Moet je toch eens kijken, wat een uitzicht jongens. Dit is zo mooi hè. Ik kan bijna niet normaal in de camera kijken zonder dat ik echt spleet ogen heb, omdat het gewoon zo fel licht is. Het is vandaag trouwens echt heel erg warm, dus eigenlijk is een trui al meer dan genoeg. Maar ja goed, ik heb een jas wel nodig voor mijn skipas, mijn telefoon en dat soort dingen. Maar eigenlijk is het truitje al meer dan genoeg. Jongen, het is tijd voor koffie. Ja? Nee? Ik vind dat het... Eerst deze, dat deze ziet. En dan koffie. We zitten weer lekker op een terrasje met een drank. Oh, verdomme. Oh. Wat loop jij te klooien deze vakantie? Ja, je bent echt, onhandig. Ik ben een andere sukkel. Je bent echt onhandig deze vakantie. Hoor. Maar goed, mama is nog steeds een beetje klunselig. Het gaat heel goed vandaag. Ja? Ik hoop dat je ook stukjes erin zet, dat ik wel normaal de bergen ga. Ga ik doen. Dat is net geweest. Je hebt net dus de fouten vanochtend hebben we gehad op dinsdag. Ja, nu komt supermama op vrijdag. Ja, dat is net allemaal al geweest. Ja. Supermama. Dit is mooi. Supermama vlog. Nou jongens, een drankie. En dan gaan we straks weer richting de lunch. Zo, dit stond net allemaal overeind. Maar alles is met een domino effect omgevallen. Beter is niet naar beneden gegleden. Heel domino effect. Heb je het zien gebeuren? Nee. Nou, heb jij het gedaan? Nee, ik heb het niet gedaan. Maar ik zou gelukkig is ons bord niet naar beneden Nee. Jouw bord ligt helemaal eronder, man. Ja, maar als ik het nu gepakt ben, ik wou dat dadelijk vanaf... Deze lag zo. Best wel... Zo, inderdaad. Dat is mijn bord, man. Zo, die voor jou ligt echt heel... Hier gaat naar beneden. Het is best wel maar tricky dan, dit. Als ik deze pak en dit slijt weg? Ah, jammer. Nee, gewoon pakken, joh. Jongens, we hebben een lekker drankje gedaan en het is nu tijd om naar de lunch te gaan. Ik weet nog niet waar we gaan lunchen, maar we moeten sowieso nog best wel een aantal afdalingen doen. Willen we bij de lunch aankomen. Ja jongens, ik ga het weer zeggen, maar we zitten weer in het zonnetje. Heerlijk. Bij de lunch. Ja, lekker bruin worden. Stel je voor hè, meestal op het strand, alleen een beetje een bruin gezicht en een heel wit lichaam. Ja, dat is wel een beetje gek. We krijgen nu door deze zon wel een bruin gezicht, maar geen bruin body. Een wit visje. Hey, jij bent wel een beetje een kneus. Ja, ja. Lopen we net de lift uit en ik zie hem, hij loopt gewoon weg zonder te kijken. Ligt zijn helm ligt nog in de lift. Ik neem hem mee en ik verstop hem achter mijn snowboard. Ik zeg zo, Ruud, waar is je helm? Geen idee. En dan ja, zo, ah oh, fuck, hij is nog met de lift mee, toen had ik jou hem wel. Echt fijn hè, dat ik toch nog een beetje oplet. Anders had je helemaal naar beneden gemoeten en weer terug. Ah, ik stond helemaal naar beneden gemoeten hè. Ja, dat kan overvallen. Dat kan natuurlijk niet. Hersenschudding. Dat is gevaarlijk. Nou jongens, we gaan lekker lunchen. Wat zijn we lekker gezond aan het doen hè? Een lekkere salade met garnalen en een flesje wijn. Is lekker jongen. Flesje wijn gezond hè? Ja, dat is gezond. Die is goed voor je. Nee jongens, dit is wel gezond. Zo, we staan weer op de piste. Het is tijd om het bordje weer aan te trekken en er vandoor te gaan. Ik heb altijd na de lunch dat ik begin in te kakken, weet je wel. Dat je dan denkt van, oh, lekker straks naar huis, naar het hotel, lekker de sauna in ofzo. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want we moeten natuurlijk nog wel eventjes een beetje bewegen. Dus wat we gaan doen? Energie, schat, voor de
Nee, ik heb juist een dippie juist. Ja, ik hoorde jou dat zeggen. Ja. Oh, oké. Nou ja, we gaan nog even een paar afdalingen doen en dan lekker richting huis. Naar de Patchy. Wat met kerst normaal heel gezellig is en nu... Ja, jij wilt naar de apres-ski, hè, jij? Nou, even kijken hoe het er is. Nou, dan gaan we even een biertje drinken bij de apres-ski ook zo. Maar zonder papa zal het nooit zo leuk zijn. Nou, jongens, daar in de verte staat een vlaggetje met een jumpje. En ik ga een vooruitsalto proberen. Nee. Ja! Hey. Oké, ga jij er maar bij staan, Ruud? Ja, dat ding hier. Ga jij er maar bij staan. Nou, dat ging eigenlijk best wel soepel. Hey. Of niet dan? Goed voor jou, man. Lekker pik. Oké, jongens. Ik weet niet of dit goed gaat, maar ik ga een jump doen met de camera vast. Dus daar gaan we. Nou, hé, wat ging simpel. Hé, die laatste was best een leuk jumpje. Ja, interessant. Ja, is wel leuk. Misschien nog een keer door het park heen. Ik vind het park altijd wel leuk. Hatsebats. Moet je eens kijken hoe grappig trouwens. Het lijkt gewoon net zomer hier. Maar kijk, we zijn nu onderweg naar de apres-ski en dat is in het dal. Maar kijk, het zijn nu echt nog maar gewoon stroken sneeuw. Dus hoe lager je komt, hoe warmer het wordt. En ja, kijk dan joh, het lijkt net gewoon zomer hier. Helemaal groen. En nog alleen nog maar een strookje om naar beneden te komen. We zijn er bijna! En dan gaan we een drankje doen! Wow! Zo, het lijkt net zomer hier. Ja, maar zeg je, maar kijk achter je. Dat is gaaf. Ja, kijk, zo zie je het ook goed. Het is gewoon echt één strook om naar beneden te gaan. Voor de rest is het overal gewoon mijn been is helemaal groen. Maar het is ook echt, jongen. Zo, jongens, mijn benen kunnen het ook niet meer aan. Ja. Het is mooi geweest voor vandaag. We gaan een drankje doen, hey! Daar zitten we dan. Wat anders. Bij de Patchy. Zo, het is zo anders dan normaal. Normaal gesproken is het hier gewoon koud. Zit je hier gewoon met volle wintersportspullen aan. Maar nu gewoon een volle zonnetje. Ja, dit is wel de apres-ski. Heel anders dan normaal. Oh, is dat even lekker! Proost op die fancy! Proost! Hé, hey, dit is wel even anders dan met kerst. Zeker. Ja, wel lekker man. Het begint bruin te worden. Ja, het begint een beetje bruin te worden. Geniet van het leven. Een hele goede, brakke morgen. Je hebt niet gefilmd gisteren? Nee. Oh, dat was alweer gezellig, jongens. Dat was zeker gezellig. Kijk, we waren gisteren met z'n drie naar de apres-ski gegaan en toen kwamen we daar nog een beetje mensen tegen. Dus het was hartstikke gezellig. En toen hebben we misschien een klein beetje te diep in het glaasje gekeken. Maar dat mag vandaag de pret niet bederven, want weet je dat het gekkig is? In de bergen ben je dus nooit brak. Ik heb geen idee waarom dat is, maar het is zo. Je bent nooit brak in de bergen. Dus dat is top. Maar vandaag gaan we iets hartstikke leuks doen. Ja, de verrassing van mama was dat, hè? De verrassing van mama. Maar ik heb het dus blijkbaar al verklapt gisteren. Waarom? Omdat jullie het weten, of niet? Ja, oh, maar het, is ja. Toch het was toch meer de verrassing voor de kijkers? Nou ja, het was ook de bedoeling dat het een verrassing voor jullie was. Maar nu is het een verrassing voor de kijkers. En, wat gaan we doen? Maar je gaat het in je thumbnail zetten, die foto. Weet ik niet. Dan zitten we allemaal heel spannend te doen. Nee, misschien, weet ik niet. Oké. Wij gaan dat zo zien. Nee. Nee. Maar zeg maar, wat gaan we doen? We gaan parapenten. Parapenten. Jongens, dat gaan we doen vandaag. En parapenten is zeg maar dat je gewoon met een soort van parachute eigenlijk van de heuvel of van de berg af rent. En dan gaat vliegen, dus het wordt hartstikke dik. We zijn vandaag lekker vroeg, dus de piste is nog helemaal geprepareerd. En dat is zo lekker, jongens. Er is gewoon nog helemaal niemand op de piste. Zo, jongens. Er was gewoon nog niemand op de piste. Alleen, we hebben een probleempje, want de lift is nog niet open. Dus we staan hier te wachten en deze moeten we hebben om naar het parapente te gaan. Dus, ja, afwachten. Hé, hey, we waren de eerste bijna, hè, op de piste. Ik zag helemaal niemand. Oh, lekker. Nog helemaal geprepareerd. Hè? Is de piste nog lekker goed? Ja. Was wel nice. We zitten nu in de lift en ik moest mijn grote camera eventjes achterlaten beneden, want ik kon geen rugzak meenemen. Maar kijk eens eventjes. Mam, dit zijn de parapending. Leuk, hè? Vind je het eng? Nee, eigenlijk niet. Spannend. Gewoon leuk. Ik heb er zin in. Mooi zo. Nou, moet jongens. Je het weer zien ook. Ja, het is perfect weer. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Hey Binky. Hey Bink. Heb je toch meegenomen? Ja, die heb ik wel. Alleen mijn grote camera niet. Ga je gewoon filmen? Nee. Zij gaan filmen als het goed is. Ja, we moeten je zeker weer betalen. Ja, boeien. Boeien, fuck it. Boeien, het is toch leuk. Leuke beelden.
Ik ben trouwens benieuwd of jullie mij goed horen via de GoPro. Maar Ruben heeft ook een parachute. Ruben gaat zelf springen. Ik ga zelf springen, man. Nee. Ik heb hem nooit gedaan, maar fuck it, ga gewoon zelf. Zou nu gewoon rennen zo? Ja, gewoon eraf springen. Nee, dat zou niet zo'n slim idee zijn, denk ik. Nee, dat... Maar jongens, het is perfect weer. Dus het wordt wat. Ik voel me echt een pad vinden, man. Een pad vinden. Ben je misselijk, man? Dat was heel leuk. Ja, jongens, het was echt heel, heel leuk. Of niet dan? Hey. Ja, dat was top, man. Ja, toch? Ja, zeker. Is het zwaar? Het is misselijk. Ja. Ik snap wel waarom ze misselijk is, want je, bent de hele tijd aan het zigzaggen, heen en weer. Dus ik snap wel dat je daar misselijk van wordt, maar ze ligt er lekker bij. We hebben het overleefd, nou, jongens. We hebben het overleefd, behalve... Nou, nog niet. Nog niet helemaal. Oh, mamatje. Helemaal misselijk. Ja, lekker wel goed. Jongens, het was echt heel erg gaaf. Het blijft gewoon een heel gek idee dat je dan zeg maar met een parachute boven de lucht hangt. Dat gevoel, heel gek. En je mocht op een gegeven moment ook zelf gaan sturen, maar dat is ook echt raar, want je bent zo bang om ergens verkeerd aan te trekken en dat je dan, weet ik veel, gaat tollen of zo. Maar het was echt helemaal top. En we gaan nu lekker ergens een drankje doen. We hebben net heerlijk geluncht bij dit tentje. Maar kijk eens even, ik weet niet of jullie het goed zien, maar er is daar dus een lawine geweest. We waren aan het eten en opeens hoorden we echt een hele harde knal. En toen ging dus iedereen op het terras ging staan. En toen gingen we dus daar naartoe kijken. En toen, toen hebben ze dus blijkbaar een lawine laten ontploffen, zeg maar. Laten afgaan. Dan doen ze een soort van hele harde knal. Ik weet niet wat het is, lawinepijl of iets. En dan komt er een lawine. Maar dat was wel even vet om te zien. Ik weet niet of jullie het zien liggen, maar het ligt daar, hier op deze piste. Zo, we pakken het snowboard er weer bij, want we gaan er weer vandoor. Yeah. En ik voel me trouwens een stuk beter. Voel je al beter, man? Ze moest kotsen. Ik kan aanraden om na dat je Apache dus uitgeweest bent en wat hebt gedronken om dan te gaan paragliden. Ja, nadat ze werd losgekoppeld, toen ging mama even op de grond zitten. Toen moest je ook echt kotsen, toch? Ja, echt twee keer. Ik moet toch zeggen, ik denk dat het jouw schuld is geweest. Waarom? Ja, we wilden een biertje doen en één Willy. Dat was het plan. Ja. Toen zei ik, oké, haal nog wel een biertje. Ik kwam weer terug met Jägerbombs. Ik? Ja. Dat was ik niet. En normaal drink ik die nooit. Dat was iemand anders. Jij, mama vergiftig, man. Dat was ik niet. Dat was ik niet. Dat was hem dan. Laatste afdaling van de vakantie. Oh, jeetje. Allemaal veilig. Iedereen veilig, niks gebroken. Oh. Top, jongens. Brandende bovenbenen. Zo, dat zal wat zijn als je op de laatste piste nog even op je bek gaat en dan gewoon iets breekt, zo je sleutelbeen. Dat zou niet de eerste zijn, hoor. Huh? Dat niet de eerste zijn die dat doet. Nou, wat is, ja, ja. Dan moet die borden leven, hè, hier beneden. Het is zo kut als je zeg maar de eerste dag al gelijk iets breekt. Altijd kut. Dan is dat je dan de eerste dag... Eén keer de eerste dag, één keer de tweede dag. Zo. Pinken, toch? Dat is ook echt kloten. Dat je dan, dan ga je op vakantie om te skiën, dan breek je de eerste dag, breek je iets in je lichaam. En dan is het klaar. Dan is het klaar. Een heel mooi hotel met allemaal wellness en alles. En toen zat ik in het gips. Dus ik kon nergens gebruik van maken. Oh, zielige heel mama. Zielig. Nou goed, we gaan de bordjes inleveren. En dan lekker naar het hotel. Lekker naar de sauna en zo. Spannend. Het was wel hartstikke gezellig. Hey, jezus. Ja, dan. Ja, dit was grappig. Zo, mam, had jij niet schoenen mee moeten nemen als je je schoenen zeg maar hier weer inlevert? Ja. Ik zou bijvoorbeeld ook naar huis kunnen gaan. En je schoenen... Zomer is, pak mijn sokken uit. Het is wel overal nat en smelterig, dat wel, hè? Maar het is de laatste dag, ik heb ze niet meer nodig. Ja, dat is waar. Nou, hoewel, wij hebben onze eigen schoenen gelopen. Wel zonde eigenlijk, want we zijn op blote voeten lopen. Ja. Dat doe ik. Ik vind het allemaal hele goede ideeën, dit. Dit zijn hele mooie, dure sokken. Ja. Oh. Ruben en ik hebben gelukkig eigen schoenen, dus... Wij hebben er gelukkig geen probleem mee. Ik kom wel een beetje als een zotje over, hè, op jou en jouw vlog. Nee, valt wel mee. Je valt alleen maar. En, niet. Ik ben vandaag niet gevallen. Ik denk dat mensen jou wel heel lief vinden, hoor, man. Ja? Ik denk dat mensen jou ook wel lief vinden. Nou, laat maar even weten in de reacties. Wat, vind, nee, joh, wat, vind, niet, wat vinden jullie van dit, dit schepsel? Ik word alleen net gezet. Ik ga verder. Ik ken haar niet, hoor. Nee. Ik ken haar niet. Die je bent ja, precies. Een influencer. Nee, je ziet er goed uit, man. Ja. Echt leuk. Je lijkt wel een beetje een gekkie. Weet je, dat
kan me helemaal niks schelen. Goed zo, mam. I want to feel connected with the earth. Je moet altijd gewoon doen als je er niemand pijn mee doet waar je zelf zin in hebt. Wat zeg je dat toch mooi? En je niet schamen voor wat anderen ervan denken als jij het oké vindt. Nou, dat was het. You go, girl. Kijk, en daarom ben ik zo'n leuk kind geworden. Omdat mijn moeder dus allemaal. Je bent zo'n leuk kind geworden. Je wel mijn moeder. Ik ben niet eens een kind meer. Ja, mijn kind. Hey, Kato. Oh, wie is daar? Hey, Dennert. Zijn ze weer. Het is inmiddels alweer donker hier in Oostenrijk. Maar wij zijn de deur uit, want wij gaan lekker vlees eten. Vlees. Lekker. Kijk, de lampjes vanavond. Het avondskiën. Oh, wat leuk. Oh ja, dat is vanavond avondskiën. Dus dan kan je, ja, wat het al zegt, kan je in de avond skiën. Fantastisch. Nou jongens, het was vol, maar we zitten wel lekker aan de bar. Yeah. Gezellig, met z'n drietjes. Maar het maakt niet uit, want het eten hier is wel echt fantastisch lekker. Dus dan is het ook niet erg om aan de bar te zitten. Nee, daar heb ik graag wel een lekker stukje. Daarom. En we zijn moe. Ik ben echt moe, en die hitte hier ook. Help me mee. Oh, het is wel lekker. Nou. Ja. Een hele goede morgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gaan genieten van het laatste ontbijtje hier in Oostenrijk. Oh. Zo, ik moet nog een beetje wakker worden. Hehe. Nou jongens, lekker een ontbijtje doen en dan gaan we de auto in. En dan gaan we weer richting huis. We hebben de auto eventjes hierboven gezet. En we gaan even dat ding inpakken. We gaan heel die auto vol stouwen met spullen. En dan gaan we terug richting Nederland. Klinkt als een goed idee. Zomaar je kussen vergeten, jongetje. Zeg je? Vergeet je bij je kussen? Mijn kussen? Kussen! Waar is mijn kussen? Oh, daar. Heb jij mijn kussen? Nee, mama. Ik had er bijna weggehaald onder mijn kussen. Hé, laten we zeggen dat het niet zijn ochtend is. Nee, het is niet zijn ochtend, joh. Wow. Je hoort hem helemaal aan de andere kant van het dorp door de Malkijs, hoor dan. Jezus. Maar goed. Ik denk dat die bak is. Ik denk ook dat die bak is. Misschien heeft hij veel gezopen in de party. Hij heeft echt veel gedronken, denk ik. Kleine jongen, hè? Te veel babymelk, moedermelk. Jongens, alles is ingepakt. De auto zit bommetje vol. En het is tijd om met dit kanon lekker richting Nederland te gaan. En wie gaat rijden? C'est pour quoi? Let's au revoir. We zijn al onderweg, maar jongens, dit blijft zo mooi, hè? Dat mooie landschap zo van Oostenrijk. Hé. Hoe lang moeten we rijden? 9 uur? 10 uur? 9 uur. Verdorie. Jongens, we komen rond een uurtje of 6 s'avonds aan. En dan ga ik vanavond waarschijnlijk naar de R. Want Brian Trobi, ik weet niet of jullie die kennen. Die maakt, dat is een producer, die maakt veel nummers met Ronnie Flexo. Die geeft een album release party. Want zijn album die komt morgen uit om 12 uur. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er komen leuke mensen optreden, dus ik ga even kijken. En morgen heb ik ook een hele leuke dag, maar dat ga ik jullie later vertellen. Dus eerst lekker naar huis. €1,75 voor Super Plus. Nou jongens, hier in Oostenrijk is tanken zo goedkoop nog. Moet je nagaan dat in Nederland is het €2,45 als het niet meer is. En hier €1,75. Je staat een mooi te tanken ook nog. Ah ja, je staat ook nog eens mooi te tanken. Ik denk dat ik voortaan gewoon elke keer naar Oostenrijk rijd om te tanken. Ik denk dat is voordeliger. Zo, nou, we hebben even een half tankje erin gegooid. En we gaan weer door. Zo, wat heb jij een lekkere worst in je hand, zeg. Dank je. We zijn weer gestopt om eventjes te gaan tanken. We zijn nu in Duitsland en hier is het helemaal niet goedkoop. Hier is het ook gewoon 2,50. Maar we hebben even een lekkere knakworst gehaald. Heerlijk. Maar jongens, we staan nu buiten. En het is gewoon 20 graden, maar het voelt echt aan als 22 graden. Je brandt gewoon helemaal weg. Maar goed, snel weer de auto in, want ik zweet hier gewoon weg. Ik ga weer rijden. Nog 4 uur te gaan. Let's go. We zijn weer thuis aangekomen. Wat heerlijk. Alleen, we komen hier thuis aan. En kijk nou eens even wat er is gebeurd. Er zit een barst in. We laten Willem één keer alleen. En het gaat gelijk helemaal mis. Nee, dit komt waarschijnlijk door de warmte. Nee, het komt door de warmte. Ik heb het al gehoord. Ja, wat dan? Dat is al bij een ander appartement ook gebeurd. Dus door het warmteverschil. Oh, echt? Fout. Bij sommige appartementen is het ook gebeurd. Oh, gek joh. Maar hij loopt helemaal tot hier. Hij loopt vanaf hier. Zo helemaal rond. Ja, je ziet het niet en hij begint zeg maar hier. En kijk, zoals je ziet, het is gewoon gebarsten. Waarschijnlijk door de hitte en door het warmteverschil. Dus het is even niet anders. Maar goed, dat wordt wel gefixt. En we hebben hier Chinees. En dan ga ik even opeten. En dan komt straks Gio hierheen. En dan gaan we richting de R. Om naar de release party van het nieuwe album van Brian te gaan. Dus het wordt een leuke avond. Hé, hey, wat moet dat eigenlijk in mijn huis? Ja, dan ga ik toch weg, jongen. Opstaan. Ja, jij ook opstaan. Alex, opstaan. Nee, kom, ga lekker zitten, jongens. Ben ik hier één keer, moet je me gelijk filmen? Hoezo? Je bent er één keer.
Idioot. Hey, nee jongens, gezellig. We gaan straks naar de release party van Trope. En Alex gaat ook mee, je ziet het. Heb je al gezegd dat ik ook mee ga? Jij gaat niet mee. Jij blijft thuis. Ik heb nog een plus 1. Oh. Hé hey, Alex, neem anders mijn moeder mee. Oké. Yo, mensen van de vlog van Vincent. Babsen. Visser. Oh, Vincent, ik noemde jou later. Yo, heb jij vriendin of niet, Vincent Visser? Hè? Zullen ja, die zit daar. Ik was ook dat ik hem laatst voor dit weer Wansand Babsen noemde. Wacht, kom eens even staan. Wie heeft het trouwens bedacht? Wacht, doe eens even zo. Ja, dan hebben we een goede tummel. Nu even doen, ze willen zoenen. 3, 2, 1. Alsof in mijn hoofd. Oh, zo, dit is... Ja, Alex heeft van zijn fapsje bedacht. Ja, dit gaat scoren, jongens. Dit gaat wel 10k views halen, denk ik. Een hele goede morgen, jongens. Het is vandaag vroeg en we zitten aan de auto. Naar iets heel erg leuks, maar dat zien jullie in de volgende vlog. Maar gisteren was hartstikke gezellig. Brian heeft echt een paar knallers en bangers eruit gegooid. Vandaag zijn ze... zo, jezus. Vandaag zijn ze uitgekomen. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Dus vond je nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie later.